Een hele goede middag op deze woensdag. Het is vandaag 8 november. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. De grote vraag is denk ik, hoe gaat het vandaag? Pijn in mijn oren is er nog heel erg. Ik voel mijn wang ook nog steeds. Ik heb gisteravond een uur over mijn avondeten gedaan. Zo traag dat ik ben. Ja, dat komt dus omdat mijn mond slecht open kan. Ik had een kuppensoepje genomen. Ik merkte wel dat dat wel heel erg prettig aanvoelde, zeg maar. Ik probeer nu ook weer wat meer met deze kant te eten. In de hoop dat die kaak gewoon goed in beweging blijft. Want als ik alleen de linkerkant pak, dan doet mijn rechterkant natuurlijk niks. En het is wel belangrijk dat er ook mee gegeten wordt. Ik heb wel het idee dat het wel iets minder is als de afgelopen dagen, maar het is nog niet weg helaas. Ik heb gisteravond tijdens het douchen heb ik bijvoorbeeld eventjes heel goed ook die kaak gemasseerd, omdat dan ook het warme water er overheen stroomt. Maar ik heb de hoop dat het beter zal gaan. Alleen het zal nog even een paar dagen aanhouden, denk ik. Gisteravond heb ik Goede Tijden gekeken en daarna Politie Rotterdam met Ewout. Ik vind wel veel mensen die vechten en zo altijd. Dat valt me ook wel op. En het was verder wel een hele mooie uitzending. Ook wel wat heftige dingen met hele bebloede mensen en dat soort dingen. Er ging zelfs nog iemand die viel flauw. Dus dat was wel allemaal heel pittig, want die agenten gingen dan die man verbinden, zeg maar dat dan moet, zeg maar, dat stukje verband moet in die wond, zodat het bloeden een beetje stelpt. En dan moeten ze wachten tot de ambulance er is. Dus dat, ja, dat is best wel heftig. Maar dat is wel mooi. En daarna heb ik nog even een spelletje gedaan en toen ben ik de vlog gaan afmaken. En foto's bewerkt voor mijn blogpost. En toen ben ik weer begonnen met Terzi. En dat vind ik gewoon een hele goede serie. Dus ja, het is wel het laatste seizoen. Maar dat was wel weer mooi. Daarna nog even zien mij graag. En toen ben ik naar bed gegaan en heb ik mijn boek nog even lekker gelezen. En ik merk ook gewoon echt wel dat ik dan nu heel snel in slaap ben. En dat had ik eerder niet. Dus ja, ik merk dan wel dat ik gewoon niet helemaal fit ben. Maar dat komt wel goed. Ik zou eigenlijk de handdoekenwas doen, maar die heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ga ik nu morgenavond draaien of morgenavond klaarzetten voor de nacht dat die vrijdag in de droge kan. Ik ga wel even gewoon wasje aanzetten. Ik ga hier de boel gewoon doen, dus ik neem jullie gewoon nog mee. Ik heb de koelkast nog schoongemaakt. Dat zal ik jullie even laten zien. Die stonk helemaal naar de uien. Dat vind ik zo'n nare geur. Ik heb ook het weer dat mijn boter er helemaal naar smaakt. Dus ik hoop dat die snel op is. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer eventjes meenemen. Maar ik heb eerst nog een pakketje die ik even met jullie ga uitpakken. Want dat is de nieuwe Oud en Nieuw collectie van Catrice die ik jullie graag even wil laten zien. En daarna gaan we dan even aan de gang. Ja jongens, het is momenteel wel heel erg druk met de collecties. De maand december die komt natuurlijk in zicht. En dat betekent dat er eerst al van Catrice een collectie van kerst uitkwam. Toen kwamen ze nog met een Oud en Nieuw collectie. Essence komt ook nog met een kerstcollectie. Dus de komende maand ben ik heel erg druk met het uittesten van producten en video's maken, zodat jullie zelf ook, mocht je daar benieuwd naar zijn en mocht je make-up daarvan willen aanschaffen, zelf ook kunnen kijken van wat zou ik willen hebben, wat laat ik liggen of wat vind ik wel interessant. Maar goed, dat is, ga ik even allemaal inplannen. Nu is het dus tijd voor de Oud en Nieuw collectie van Catrice. En die was ook al vrij snel online. Ik kreeg er een cadeautje bij. Ik had besteld bij Boozy Shop. Ik vind het altijd heel leuk, want je krijgt altijd zo'n heel persoonlijk kaartje erbij waarin je wordt bedankt. En dit keer kreeg ik er een setje met wimpertjes bij. Dus die zal ik in het wimperbakje doen. Even kijken of ik dit allemaal los krijg. Ik denk het wel. We pakken het altijd heel goed in en dan hoop je natuurlijk altijd dat het goed aankomt. Dan hoop ik ook dat ik het weer een beetje op die manier terug kan inpakken. Mm.
Ik heb allereerst 4 kleurtjes met liquid oogschaduw. Het zijn dus 4 kleurtjes. Ik heb hier de 01 Champagne O'Clock. Dat is deze. Ik zal ook eventjes noemen hoe deze collectie heet. Het is misschien wel even handig. Deze collectie heeft namelijk de naam About Tonight gekregen. Dus dat is deze. Dan heb ik hier de C03 Shaken Matte Start. Het is een beetje, de namen zijn een beetje moeilijk. Het is een paars kleurtje. Dan hebben we hier de C02 Kintastic. Dat is deze. En de laatste die we hebben, dat is de C04 Martine Please. Als ik het allemaal goed zeg. Dus dat zijn die. Dan heb ik hier een heel mooi highlight palette. Hele leuke verpakking ook. Hier zitten dus 4 gekleurde highlighters in. Die er heel mooi uitzien. En ik heb 2 kleuren lipsticks. Die zijn best wel heftig. De verpakkingen zien er heel mooi uit. Ik heb hier de kleur. Staat er een naam op? C02 A Night to Remember. Dat is een paarse kleur. Ik zal even de afbeelding van de lipstick in beeld neerzetten. Want dat zit nu allemaal nog gesield. Dus dat is paars. Maar we hebben ook deze. Dat is C01 Kiss Me at Midnight. En die is blauw. Ik heb nog nooit een blauwe lipstick gehad. Ik ben wel heel benieuwd hoe dat op de lippen eruit ziet. Dus dat zijn die producten. Je had ook nog wel stickers voor het gezicht en nagelstickers. Maar die heb ik laten liggen, want dat gebruik ik niet. Dus dit is in ieder geval de oud en nieuw collectie. Dus daar zul je ook volgende maand een video van gaan zien. Ik ga muziek aan doen en dan ga ik even aan de gang. Even zoiets grappigs vertellen. Ik heb deze zoutstrooier een tijdje geleden bij de Lidl gekocht. Ik heb er echt heel veel plezier van, want ik gebruik hem elke dag. Ik vind het zout ook lekkerder wat eruit komt. Er gaan dus wat grover zout in. Maar er zou ook licht in zitten. Dus ik heb er zo'n batterij in gedaan en zout in gedaan, maar dus ik zag geen licht. Toen was hij gisteren leeg, toen heb ik hem bijgevuld. En ineens begon dat licht te branden. Echt super handig. Nu kun je echt super goed zien waar je zout strooit. Vond ik echt super grappig dat hij nu wel deed. Ik heb de kattenlopers op tafel gedaan. Ik vind het zo leuk staan, want al die katjes, zo zit alleen wel heel erg die vouwen. Dus de volgende keer moet ik hem wel echt even met de strijkbout doen. Want het zijn eigenlijk gewoon nog de vouwen van het koop, omdat hij zo ingevouwen zat. Maar hier staat hij echt super leuk en ik vind hem hier ook gewoon heel gezellig staan. Hier is het licht iets
lelijker, want ik heb hier een heel warm lampje. Maar ja, ik vind het er wel heel gezellig uitzien zo. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb best wel even wat dingetjes kunnen doen, dus dat is lekker. Ik heb de gekleurde was nu draaien, dus dat is fijn. Dan ga ik morgenavond dus even die handdoeken erin doen, wat ik al had verteld. Maar alles is weer lekker schoon en het voelt fijn aan. En ja, het is gewoon altijd een heel lekker gevoel, vind ik zelf. Ik vind de lopertjes ook heel leuk staan zo. Dus ik ben er eigenlijk heel blij mee. Ik vind het wat vrolijker, ook met al die poesjes erop. En ik vind het wel lekker om af te wisselen. Ik heb die andere gelijk in de wasmachine gestopt, dus dat is fijn. Dus eigenlijk was het wel een fijn dagje. Dus ja, daar ben ik blij mee. Ik kreeg net ook een mooi bericht, want de grafsteen is vandaag terug geplaatst, zeg maar, op het graf. Dus van mijn opa en oma, dus dat is heel mooi. Dus we gaan binnenkort gaan we daar een keertje met z'n vieren heen. Maar moeten we nog even plannen. Maar ja, wel mooi dat het nu ook allemaal weer compleet is. Dus daar ben ik blij mee. Ik ga zo in ieder geval even lekker relaxen, want ik voel nu wel weer wat meer die wang. En dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je gewoon goede tijden en perfecte plaatje, dat ga ik kijken. Best spannend, ze hebben een shoot met in een zwembad. En dat vind ik altijd best wel een beetje eng, want ze gaan van die hoge duikplanken. En als ik zou gaan zwemmen, wat ik eigenlijk nooit doe, zou ik niet van de hoge duikplank gaan. Ik heb het ooit een keertje meegemaakt. We gingen met school zwemmen. En wij hadden een aantal jongens in de klas, niet heel veel. En toen stond ik ook op de hoge duikplank. En toen dacht ik toch, nou, ik weet toch niet of ik dit zo leuk vind. Maar toen waren die jongens achter mij aangekomen. En toen dacht ik, oké, ik kan nu eigenlijk niet meer terug. Want anders ben ik bang dat ze me van die duikplank gaan duwen. Dus toen ben ik ervan afgesprongen. Maar ik vond het best wel, ja, best wel griezelig. Maar het doet ook best wel pijn, want je gaat er zo plons op dat water. Oh, als ik aan terugdenk. Maar nou ja, goed. Ik ga nog even een spelletje doen. Dan ga ik mijn blogpost schrijven. Ik moet nog even een thumbnail maken. Ik hoop alvast wat foto's te bewerken voor het artikel van vrijdag. En dan ga ik lekker verder met Terzi. En daarna heb ik weer lekker oogappels. Dus daar heb ik ook alweer heel veel zin in. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik moet echt even een shout-out geven naar die nagellak van de Vibra, jongens. Want hij zit er gewoon echt nu 4 dagen op. Nee? 3 dagen. En hij zit nog steeds mooi. Hij is nog steeds super mooi. En zonder topcoat, base coat. Ik ben verrast. Ik vind het gewoon een heel leuk kleurtje. Maar goed, ik ga nu eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 9 november. Ik ga me even gauw klaarmaken, want ik ben een beetje verlaat. Mijn coachie appte dat ze er al binnen zeer korte tijd zou zijn. Ik was nog niet helemaal klaar, dus dat ga ik nu even heel snel afmaken. Gisteren heb ik gekeken naar Goeie Tijden en het perfecte plaatje. Ja, het viel eigenlijk met dat zwemmen nog wel mee. Ze gingen schoon springen, dus op zich, ja, die mensen zijn dat natuurlijk gewend. Dus het was niet zo heel spannend of zo, alleen zo voelde het een beetje, omdat ik zoiets had van, ja, ik heb dus een beetje angst voor hoge duikplanken en zo. Oh, ik heb ook weer een flinke vriend op mijn neus, op mijn kind, zie ik. Heb ik weer. Nou, daarna heb ik gekeken naar, nee, toen ben ik nog even spelletje gaan doen. Toen heb ik mijn blogpost geschreven. En toen had ik de vlog, die had ik dus dinsdag al opgeslagen. Maar die was weer niet goed gegaan. Dus dat heb ik 4, 5 keer moeten doen, want dat ging echt niet. Nou, toen ben ik maar Netflix gaan kijken. Toen heb ik hem laten lopen, zeg maar. Toen was hij wel opgeslagen. Dus ik had weer Terzi gekeken, super spannende serie. En toen ging het op zich ook wel. Maar dat is wel een beetje lastig steeds hoor, dat het niet zo makkelijk meer gaat. Maar goed, dat is gewoon even iets waar ik ja, even mee moet dealen. Daarna ging ik oogappels kijken toen ik alles had klaargemaakt, zeg maar. De vlog ingepland, thumbnail gemaakt en alles. Maar ik moet zeggen, die kwam heel hard binnen. Het was gisteren namelijk 3 maanden geleden dat mijn opa is overleden. En dit ging er echt ook precies over iemand die dus
ja, op sterven lag. En ik heb daar zo bij moeten huilen. Gewoon, het wordt heel goed gespeeld. Maar ook gewoon het feit dat het allemaal weer even zo hard terugkwam. Ondanks dat ik er niet bij ben geweest natuurlijk met mijn opa. Maar ja, ik ken natuurlijk de verhalen hoe het allemaal een beetje is gegaan. Die kwam weer even zo hard binnen. Dus ik weet dat ik volgende week helemaal in tranen zit. Want ik denk dat deze persoon volgende week, ja, overlijdt, zeg maar. Dus ik vond het wel even heel heftig. Toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen. Was ook best moe, eigenlijk. Merkte ik. Ik was wel een paar keer vanochtend al een beetje vroeg wakker. Ik heb dat altijd een beetje, als ik weet dat, ja, dat ik er weer, dat ik vandaag weg moet, dan ben ik altijd een beetje, ja, weet niet, dat vindt mijn lichaam, die merkt dat altijd. Maar goed, nu ga ik zo boodschappen doen. Ik moet heel even naar de Sint toe, want de Sint komt natuurlijk bijna aan en ze hebben dus hele leuke babyshirtjes. Lente, die heeft een pieterpakje. En Yara, die mocht ook een babyshirtje. Alleen, die konden ze nog niet vinden. Dus ik had gezegd, ik ga wel eventjes kijken of ik er eentje kan vinden. En als ik hem dan ook niet kan vinden, dan kunnen ze zelf nog even gaan kijken. Want zaterdag ga ik toch weer naar het huis van mijn opa toe. Word ik weer opgehaald om daar weer eventjes naartoe te gaan. Dus dan zou ik dat shirtje gewoon even bij mijn moeder neer kunnen leggen. Of dat zij me even op komt halen. Dat moeten we dan nog even bespreken als ik slaag natuurlijk. En dan ja, kan jij daar ook in stijl naar een intocht. Ik weet niet of ze erheen gaan eigenlijk. Maar dan is die ook in stijl. Dus nou dat. Ik ga eventjes gauw dit afmaken. En dan neem ik jullie nog even mee met boodschappen doen. Zo, ik ben terug van de boodschappen. Bij de Zeeman is het helaas niet gelukt, want het maatje wat Yara nodig had, was er niet. Dus ik hoop dat ze hem zelf dan nog kunnen vinden, want ja, het was er allemaal al uit. Verder heb ik bij de Zeeman niks gekocht. Ik heb jullie nog even meegenomen in de winkel, maar ik heb er verder zelf niks gekocht. Ik had even de legging teruggebracht die ik vorige week bij de Lidl had gekocht. Die zat me veel te groot. Later zag ik ook dat M4042 is bij de Lidl. Ja, dat is mij gewoon te groot. Maar goed, ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb hamburgertjes voor straks. Dan heb ik weer even een aantal setjes met huishoudhandschoenen. Want die gaan er bij mij heel hard doorheen. Boontjes, die heb ik gehaald bij ja, de groenvoer. Twee keer Pepsi was nu in de aanbieding bij de Boni. En ook twee keer 7-Up, maar die komen we zo wel tegen. Dan heb ik Chocomel. Nog een zakje handschoentjes. Deze was in de aanbieding. De hagelslag. Aardappelschijfjes. Deze patatjes. Hier hebben we dan 7-Up. Maar daar heb ik ook twee van. Maar het is niet echt nodig om er twee van te laten zien natuurlijk. Drie keer een toetje. Dit is de Dr. Oetker Mousse. Die is zo lekker. Dat was drie. Het was een aanbieding. 3 voor 2 euro of zo geloof ik. Als ik het goed heb. Dus deze. Pak ik even de andere tas erbij. Bij de Lidl was het de Riplap in de aanbieding. Die heb ik meegenomen. Die ga ik in de vriezer doen. Want die vind ik daar echt super lekker. En die zijn niet zo vaak in de aanbieding. Kan het nu toch nog niet eten. Want die mond die wil nog niet echt ver open. Dan heb ik deze lekkere trui gekocht bij Lidl.
Kijk, het is gewoon zo'n lekkere trui, want ik hou heel erg van truien. Ik heb een rode en ik vind hem er gewoon heel lekker uitzien. Dus die leg ik even apart. Spekreepjes. Een aantal dingetjes met ibuprofen. Ik heb nog steeds heel erg last van die mond natuurlijk. En dan moet ik wat ibuprofen slikken, maar er zitten er hier maar 10 in. Dus ik dacht, nou neem ik gewoon even 4 pakjes mee, want ik vind dat een beetje weinig, zeg maar. Dan heb ik gewoon een voorraadje. Van mijn coach kreeg ik nog een cadeautje voor mijn verjaardag. En ik heb Quix gekregen. Dat is een leuk spelletje. Heb ik een keer gespeeld. Is gewoon heel erg leuk om te spelen samen met familie of zo. Of met vrienden als je die hebt. Is echt een heel gezellig spelletje. Kun je met 2 tot 5 mensen spelen. Duurt ook maar 15 minuten. En die kaartjes kun je er dan ook weer bij kopen. Dus die heb ik gekregen. Dan heb ik frikandellen en ik heb toch maar weer de Mora gekocht. Die zijn gewoon goedkoper. Ik hou niet zo van hele goedkope frikandellen. Even scheerschuim. Dan heb ik nog een setje met slavinken. De gewone toetjes. Ik geloof alleen... Oh ja, ik heb nog wat. Ik dacht even, dat was te voorbarig. De opschuimmelk. Ik was even bij de trekpleister, daar heb ik een scrubgel gekocht voor mijn gezicht. Ik wist dus niet dat ze het hadden, maar ze hadden het dus. En ze hadden bij de Trekkelmoen 1 plus 1 gratis. En ze hebben dus ook scrubgel van Trekkelmoen. En dat vind ik zo lekker. Dus ik heb al 3 geuren. Ik heb 2 van deze genomen. Ik heb deze ook altijd om mee te wassen. Die vind ik zo lekker. En het is heel, het is ook vegan. Dus ik ben hier gewoon heel benieuwd naar. Mijn scrubkruim gaat best wel hard. Ik kom natuurlijk ook niet altijd bij de Action. Dus ik denk, ik ga dit gewoon eens proberen. Dat zijn de dingen die ik heb gekocht. Ik ga even opwarmen. Dan ga ik even een pyjama voor mezelf van boven halen. Dan ga ik nog even lekker relaxen. En dan is het straks tijd om Ajax te kijken. Ajax die speelt vandaag tegen Brighton thuis. Dus dat ga ik kijken. Dan ga ik lekker eten en dan ga ik vanavond weer Goede Tijden kijken en Waar is mijn erfenis? Ga ik nog even een spelletje doen en dan ga ik mijn foto's verder bewerken. Misschien al een stukje van de blogpost beginnen. Dan ga ik mijn serie Tergie kijken. Dan ga ik lekker mijn serie kijken op Videoland. Ben ik dan ook doorheen. En dan ga ik lekker naar bed toe om mijn boek te lezen met een aspirintje. Dus dat wordt het. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik had trouwens deze aan. Die nieuwe van de Zeeman. Die kan ik jullie nog even laten zien. Dat zit echt heel lekker. Ik had natuurlijk die wit al aan. Ik heb hem nou gecombineerd met een blouse. Dat is ook leuk. Dus dat. Ik ga jullie dus morgen zien. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 10 november. Ik ben klaargemaakt. Het is een donker dagje buiten. Er kan ook best nog wel wat regen gaan vallen. Er zou eigenlijk voor gisteravond laat ook onweer voorspeld zijn. Dat heb ik niet gehad. Ik zie Tijgertje daar iets doen. En ik weet niet wat zij aan het doen is. Het lijkt wel of zij een beestje ziet. Maar ik ga even kijken wat zij doet. Oh, kom maar. Ik zie het al. Oh, ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik dacht dat ik het zag, maar nu heb ik de lamp aan en nu zie ik het niet. Oh, ik zie het. Ja, ze was hiermee aan het spelen met zo'n dingetje. Die moet gewoon in de prullenbak. Ik weet niet waar die van is. Die komt ergens vandaan. Maar goed, ik heb dus geen onweer gehad. Wel wat regen. Dus ja, op zich prima. Ik heb gisteravond voor het eerst weer een beetje redelijk normaal kunnen eten. En mijn mond kan weer iets verder open. De pijn is ook wel iets minder. Het is nog niet weg. Maar ik merk dat de pijn in mijn keel en in mijn oren steeds meer afneemt. Dus dat is natuurlijk goed. Ik heb gisteravond lekker ook een aspirintje genomen. Dat is ook altijd fijn. Ik heb gisteravond gekeken naar Ajax. Ja, dat was niet fantastisch. Was tegen Brighton en moet ik zeggen dat interesseert me ook iets minder nu. Omdat ik zoiets heb laten we de focus vooral leggen op de Eredivisie. Vind ik gewoon nu even iets belangrijker. Europees voetbal is altijd natuurlijk leuk. Volgens mij is dit voor Europees voetbal. Ik weet het niet eens precies. Maar ja, ik heb liever zoiets van laten we het gewoon even proberen goed te doen nu in de Eredivisie. Ik heb ook lekker Goede Tijden gekeken en daarna weer Waar is mijn erfenis. Ik heb wel weer een heftige zaak hoor. Dat is elke keer ook wel een ding. Maar ja, uiteindelijk pakte het voor deze mensen vrij goed uit. Dus dat is dan altijd wel weer positief.
Ik heb nog even een spelletje gedaan. Ik heb foto's bewerkt, eigenlijk helemaal af. Ik heb ze ook al allemaal verkleind. Dus dat was heel fijn. Toen ben ik een Netflix-serie gaan kijken. Inderdaad, ik de laatste aflevering van Zie mij graag. Daar ben ik nu ook doorheen. Toen ben ik lekker naar bed gegaan en mijn boek gelezen. Ik had nu echt zo'n hoofdstuk. Ik kon dit boek nu. Het komt nu op zo'n punt dat het super spannend is. Toen had ik heel veel moeite om het weg te leggen. Maar ik dacht toch even, nou, laat ik nu maar gaan doen. Was ook wel moe. En ik had dus de was aangezet, de handdoeken, om die vannacht aan te laten springen. Nou, dat is gebeurd. En toen kwam ik dus in de slaapkamer weer. En toen ging ik me opmaken. En toen dacht ik ineens, shit, hier ligt nog een handdoek die er eigenlijk bij had gemoeten. Want er lagen de kwasten nog op die ik gewassen had. Dan gebeurt mij dat nog wel eens regelmatig. Dat ik dan een wasje heb gedraaid. En dat ik er dan achteraf achter kom. Oh, chips. Eigenlijk had dat er nog bij ingemoeten. Nou ja, goed. Dan moet dat de volgende keer. Maar dat duurt altijd eventjes. Want nu ga ik gewoon eerst de witte handdoeken weer gebruiken. Omdat de gekleurde net schoon zijn. Ik weet niet of het herkenbaar is voor mensen. Maar goed. Ik ga zo even de slaapkamer lekker doen. Daar heb ik wel even zin in. Even alles weer lekker schoonmaken. Ik heb nog een paar nieuwe kledingstukken van de CNA. Die ga ik jullie even laten zien. Die had ik besteld. En dat was nogal een dingetje. Want die zouden gisteren bezorgd worden. Uiteindelijk was het niet. Ja, ze zijn er langs geweest, maar ze zeiden, ja, ze hadden het pakket naar het postNL-punt gestuurd. En toen had ik gistermiddag uiteindelijk kreeg ik al een bericht dat ik het al op kon halen. Dus ik was heel verrast, want normaal gesproken is het de volgende dag. Ja, nu had ik mazzel dat ik morgen toevallig de deur uit ga, dan zou ik het morgen nog kunnen doen. Maar anders had ik pech gehad, want hij bleef ook maar tot woensdag liggen. Maar ik kom gistermiddag al ophalen. Dus ik ga dat even laten zien. Dan ga ik dat gelijk even in de handwas doen. En dan ga ik gelijk eventjes de handdoek in de droger doen. En dan ga ik jullie meenemen in de slaapkamer. Maar ik zal eventjes die kledingstukjes laten zien. Zo, ik ben er eventjes bij gaan zitten. Ik heb allereerst een vestje. En daar zat ook korting op, want het was het tweede artikel. Daar ging zoveel procent korting vanaf. Zo, jullie zien vooral muis. Muis niet doen, maar daar zien ze mij niet. Ik heb een roze vestje. Ik heb alles in een maatje S. Gewoon een heel lekker vestje. Gewoon met knoopjes. Er zitten 3 knoopjes aan. Als je er een lekker hoog hemdje of shirtje onder doet, zit dat heerlijk. Het is een beetje wolachtig. Dus die vind ik echt super leuk. Dat is deze. Dan heb ik ook nog deze trui. Dat is ook in een maatje S. Heerlijk truitje ook. Lekker roze. Ik erover getwijfeld of ik een XS zou nemen. Maar ik denk, ik neem toch maar gewoon een S. Want dan denk ik dat het bij de mouwen goed zit. En ook bij mijn buik, zeg maar, dat hij iets langer is. Dus dat is deze. En ik heb nog een paars. Die moet ik even uit de zak halen. Ik had die andere al even uitgepakt. Ik vond zelf ook wel heel leuk. Ik had gewoon niet zo... Ik heb net een truitje en dat is gewoon zo eentje. Ook in een maatje S, maar ook gewoon een leuk paars truitje. Dat is ook van dat merk Clockhouse. Ja, ook super leuk. Dus dat is deze. Het zal ook wel heel lekker zitten. Ik ben heel erg benieuwd. Dus dat zijn eventjes de nieuwe truien die ik binnen had en het vestje. Ik ga dat even in de handwas stoppen. Dan ga ik eventjes de was van de droger doen. En dan gaan we naar de slaapkamer om die te gaan doen. Thank you.
ik ben klaar. Ik ben een beetje uitgeput. Maar het ging eigenlijk allemaal op zich wel lekker. Het was nu wel de eerste keer dat ik de slaapkamer deed nadat de klok verzet was. En toen merkte ik dus inderdaad rond een uurtje of 3:50 dat het donker begon te worden. Dus toen heb ik even een lamp aangedaan. Toen kon ik nog wel wat zien. Maar alles is weer lekker schoon. Mijn bed is verschoond. Dus dat is allemaal weer heerlijk. De katjes hebben ook net lekker hun eten op. De droogwas duurt ook niet heel lang meer. De handwas is klaar, dus je kan hem nog even ophangen. Wat dat betreft best wel productief geweest. Nu ga ik zo wel even in de relax-modus. Want dan merk ik, merk nog wel dat de nasleep van het niet lekker zijn, dat ik nog een beetje vermoeid ben. Maar dat komt ook wel weer helemaal goed. Dus ik ga zo gewoon eventjes lekker even rusten. Ja, toen was de accu leeg van de camera. Maar ik was dus aan het vertellen dat ik even lekker rustig op de bank zou gaan relaxen. Die camera zal ik zo gelijk even op de oplader leggen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint het nieuwe seizoen van The Masked Singer. Normaal gesproken kan ik me er heel erg op verheugen. En ik heb nu nog niet echt de vibe, zeg maar, van oh yes, het begint weer. Ik denk dat het nog wel komt als ik eenmaal aan het kijken ben. Dus ik ga de Flikker Rotterdam opnemen. Dan ga ik die morgenavond wel eventjes kijken. Ik ga denk ik nog wel even een spelletje doen. Dan ga ik mijn video in elkaar zetten van morgen. Een blogpost schrijven. Dan ga ik even mijn Netflix serie kijken. Nog even Videoland. En dan ga ik naar bed om mijn boek te lezen. Ik hoop dat ik mijn boek uitkrijg. Want dat zou wel super leuk zijn als dat lukt. Want ik ben nu zo in zo'n modus dat ik echt heel graag door wil lezen. Dus dat is de planning. En dan morgen probeer ik jullie ook alweer even mee te nemen. Even kijken in hoeverre dat lukt. Ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dus ik zou bij deze dan zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is vandaag 11 november. En ik zit bovenop een van de kamers van het huis van opa. Want we gaan hier schilderen. Ik zou de vlog al vroeger openen, maar ik had me verslapen. Dus het was allemaal hectisch. Ik heb niet kunnen sporten. Ik moest even heel snel door, want ja, ik was niet zo slim bezig. Maar goed, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Gisteravond heb ik wel lekker de Masked Singer gekeken. Zo was op zich wel leuk, maar ik moest er wel even weer aan wennen. Daarna heb ik nog eventjes een spelletje gedaan. Heb ik de video in elkaar gezet, een blogpost geschreven, even Terzi gekeken. En daarna had ik alweer de laatste aflevering van In Grote Familie. Ik dacht dat ik nog wel een paar had, maar dat was niet zo. Maar goed, dat dus. Ik zit dus hier en ik ga zo verven. Dus ik ga het wel samen doen, maar jullie kunnen mij wel zien verven. Dus dan ga ik jullie wel even meenemen. Degene die gaat helpen, die wil liever niet in beeld. En dat is prima. Dus we gaan even verder afplakken en dan ga ik me omkleden en dan gaan we verven. Dus ik neem jullie mee. Daar was ik weer. Inmiddels weer lekker thuis. Ik ben onder mijn kleedje. Ik heb eventjes lekker gedoucht. Ik had best wel wat verf, ook in mijn haar en zo. Ja, de dag begon gewoon iets minder goed. De wekker is niet afgegaan. En toen werd ik in één keer wakker. En toen werd ik gebeld. En toen keek ik. Ik had eerst nog niet eens in de gaten dat het al de tijd was dat ik eigenlijk moest vertrekken. Ik dacht, oké. Ja, we staan al voor je deur. Ik zeg, ja, want we hadden toch afgesproken? Ja, maar ik dacht dat het eigenlijk nog vroeger was. Ik was helemaal gedesoriënteerd. Maar goed, de hele dag is dan een beetje naar zijn grootje voor mijn gevoel. Want ik voel me heel rot dat ik dan te laat ben. Of verslapen heb. Ja, het kan iedereen een keer gebeuren. Ik heb mijn dag niet kunnen beginnen met mijn sporten. Wat ik altijd gewoon heel fijn vind. Dus dat was gewoon allemaal eventjes minder. Maar goed, ik ben nu weer alweer een tijdje lekker thuis. Ik was geloof ik rond iets over 8 thuis. En ik heb nu lekker gedoucht en ga zo even lekker Flikker Rotterdam kijken. Ga ik nog even een spelletje doen. Dan
Dan ga ik straks eventjes de vlog in elkaar zetten. Even een Netflix-serie kijken. Ik ga nog even kijken iets anders op Videoland. Want ik was dus door die serie van Chantal Jansen alweer heen. Ik dacht dat ik nog wel een paar afleveringen had, maar dat was niet zo. Dus dat. En dan moet ik ook een nieuw boek uitzoeken. Ik heb ook mijn boek nog uitgelezen gisteravond. Dus nou ja, prima. In ieder geval maar eventjes gauw vergeten dat het vanmorgen allemaal misging. En dan kan ik het morgen allemaal wel weer gewoon volgens mijn eigen ritme doen. Ik ga in ieder geval nu lekker Flikker Maastricht, Flikker Rotterdam kijken. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 12 november. Ik zit op de bank. Ik zit niet in de allerbeste positie, want de zon is... Dit is iets beter. De zon is licht aan het schijnen, maar het is wel heel koud buiten. En ja, inmiddels heb ik ook de verwarming aan in huis. Er was nogal een beetje een ding over, omdat ik natuurlijk heel lang niet heb gestookt. Ik had daar ook gewoon zo mijn redenen voor. Ik had zoiets, ja, ik wil dat gewoon zo lang mogelijk uitstellen, omdat ik gewoon het liefst... Ja, wilde wachten omdat we allemaal weten hoe het met de energie gaat en de crisis en het is allemaal best wel duur. En ja, ik had gewoon met mezelf afgesproken als het zo'n 16, 15 graden is in huis mag die aan. Vorige week heb ik dat punt behaald en toen hield ik het zelf ook niet meer uit. Vooral omdat ik ook niet helemaal fit was. Ik moet zeggen, ik voel me nu ook weer een beetje verkouden en zo. Dus ik ben nog steeds niet helemaal topfit. Maar goed, dat kan alleen maar de betere kant op gaan. Ik heb nu een beetje hoofdpijn, maar inmiddels heb ik ook echt de verwarming wel een beetje aan. Maar ik doe hem wel aan in de avond. En overdag probeer ik ook bezig te blijven. Want meestal als ik gewoon in huis bezig ben, dan krijg ik het vanzelf ook wel wat warmer. Ik heb de wedstrijd aanstaan, want Ajax speelt vandaag tegen Almere uit. Die gaan zometeen aftrappen. Het is op de gratis zender, dat is heel fijn. Ik heb wel zin in een goed potje voetbal, hoop ik. Gisteravond heb ik gewoon eventjes lekker Flikker Rotterdam gekeken. Dat was een hele mooie uitzending. Daar heb ik ook van genoten. Toen heb ik nog even een spelletje gedaan. Dat was ook wel weer leuk. Ik zit alleen een beetje vast nu. Dat heb ik al heel rap voor elkaar, maar dat komt vast goed. Toen heb ik de vlog in elkaar gezet voor zover het kon. Toen ben ik verder gegaan met mijn serie op Netflix en heb ik nog wat op Videoland gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik een nieuw boek uitgezocht. Heb ik een deeltje van gelezen. Toen ben ik lekker gaan slapen, want ik was heel erg moe. Maar goed, ik heb verder geen spierpijn van het verf of zo. Ik merk echt wel dat dat sporten, dat je daar niet echt meer spierpijn van ervaart. Omdat je je armen best wel veel gebruikt met sporten. Dus dat is heel fijn. Ik ga vandaag wel gewoon eventjes de groenten afhalen. En even wat kleine dingetjes doen. Even de foto's maken straks. Maar ik ga ook genieten van een potje voetbal. Dus ik ga mijn shirt even aantrekken. Was gisteren nog heel even bij mijn moeder geweest. Die had al een Sinterklaas cadeautje meegegeven. We zien elkaar niet met Sinterklaas. Maar die had alvast een cadeautje meegegeven, dus die moet ik nog even apart leggen. Die bewaar ik natuurlijk tot 5 december. En nou, dat is het. Ik laat straks in ieder geval even de fotospullen zien. Ik ga mijn Ajax-shirt aantrekken, zodat ik kan genieten van een potje voetbal. Dus ja, dat ga ik even doen. Zo, ik heb de fotospulletjes even gepakt. Ik ga deze nagellakjes van de Vibra fotograferen van Delia Cosmetics, als ik het goed uitspreek. Ik heb hier een roze kleurtje. En hebben ze nou ook namen? Nee, dat niet echt voor mijn gevoel. Dus ik heb roze. Deze heb ik trouwens al getest. De paarse kleur. En dan heb ik hier ook nog een oranje kleur. Dus die drie. Dan heb ik hier een Plumping Primer Concentrate. Met vegan collageen erin. Dus die is van Catrice. En dan ga ik de Emily in Paris collectie testen. En ik heb dus hier de lipstick. Plumping lipstick is... Nee, het is een matte lipstick, sorry. Hier hebben we de Plumping Lip Oil. Hier komt een aparte video over online. Heb ik hier de lippenbalsem. Nou, de mooie Bake It Blush Lighter. Hier hebben we dan de Creamy Eyeliner. Dan hebben we nog de Extreme Volume & Curl Mascara. En uiteraard het oogschaduwpaletten. Hier ga ik nu eventjes foto's van maken en de wedstrijd is nog steeds 0-0. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Het is alleen een beetje lastig zichtbaar nu, omdat ik nu die lichte, deze loper erop heb. Dus je ziet het iets minder goed, maar ik hoop dat het er goed is overgekomen. De wedstrijd is letterlijk net afgelopen. Het is geëindigd met 2-2. Het leek erop dat Ajax zou gaan winnen. En toen maakte een van de spelers een hele domme overtreding en toen ging hij op de stip. Ja...
En toen ging die natuurlijk in, nog bij Almere. Dus nu hebben we maar één punt. Dus dat is natuurlijk wel echt heel vervelend. Want ik hoopte zo op de 3 punten. Het was een heftig wedstrijdje wel. Maar ja, goed, je doet er niet zo heel veel meer aan. Ik baal er wel van. Maar goed, ja, je moet dan toch weer verder. En dan hopen dat we het over 2 weken weer beter doen. Ik heb de foto's klaar. Ik heb alles zo goed als het kon opgeruimd. Ik heb al geïmporteerd. Ik heb nu eventjes de batterij op de oplader liggen. Dus dat is allemaal prima. Nu ga ik zometeen eventjes lekker relaxen. Als het muis ook uitgegeten is. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Want het is nu al begint een beetje donker te worden. Ik heb nu nog wat licht van de tv die je ziet op de achtergrond. Maar die gaat natuurlijk zo uit. Want ik ben klaar met kijken. Nou, ik ga vanavond even Hudson en Rex kijken. En Undercover in Nederland. Ik ga mijn nagels even doen. Dan ga ik eventjes de foto's bewerken voor mijn blogpost. En mijn serie kijken op Netflix. Dan ga ik nog even wat kijken of ik nog iets zie op Videoland om te kijken. En dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. En dan denk ik dat ik het ook wel weer zat ben. Want ik heb geprobeerd vandaag een beetje rustig aan te doen. Maar ik merk toch altijd dat ik het wel lastig vind. Komt er ook nog zo'n nu-melding natuurlijk binnen dat ze gelijk gespeeld hebben waar je niet op zit te wachten. Maar ja, goed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Want ik ga nu verder niks meer doen dan eventjes lekker in de relax-modus. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Ik moet heel even checken welke datum het is. Het is 13 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het wel weer koud. Het is in huis nu 16,5 graden. Dus einde van de middag gaat de verwarming wel aan. Maar ik ga zo meteen toch aan de gang. Buiten is het 13 graden. Dus dat is ook niet heel warm. Ik heb gisteravond gekeken naar Hudson en Rex. En het was echt een hele spannende aflevering. Het is een aflevering die dus weer verder gaat, waar een tweede deel van komt. En dat vind ik altijd, ja, op zich prima, maar ik hou nooit zo van wachten, zeg maar. Maar goed, dat is wat het is. En ja, ik ben een soort van, ik ben altijd zo, ik vind het zo knap om te zien hoe deze hond getraind is, laat ik het zo zeggen. Want deze hond is natuurlijk getraind. En dat weet ik ook. Ik weet ook gewoon dat hij heel veel tijd in heeft gezeten. En als je dan ziet wat hij allemaal kan. En ik denk ook niet dat ik zou willen weten hoe ze dit opnemen hoor. Want ik denk dat de lol er dan snel vanaf is. Maar ik vind het gewoon altijd heel erg knap. En ik weet ook eigenlijk niet of ze inmiddels al, of het nog steeds de eerste hond is die ook vanaf seizoen 1 meedoet. Of dat ze inmiddels ook een ander hondje hebben gehaald erbij, dat weet ik niet. Maar ik vind het gewoon altijd super knap. Daarna heb ik Alberto Stegeman gekeken. Was ook op zich wel heftig. Oplichtingszaken en dat soort dingen. Maar ja, goed. Dat was op zich wel mooi. Ik heb nog een stukje van een debat gezien op RTL 4. Omdat nu de verkiezingen er natuurlijk aankomen. Ik heb mijn nagels gedaan. Ze zijn oranje. Stelt hij dat lekker scherp. Ik zie die echt niet lekker licht. En dat is dit kleurtje. Die heb ik dus gisteren ook gefotografeerd. Die heb ik nu opgedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. En ben ik verder gegaan met mijn serie op Netflix. En daarna heb ik Love Hurts aangezet op Videoland. En dan ben ik dat even gekijkt. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om mijn boek te lezen. Was op zich ook wel nog wel moe. Dus nou, was prima. Ik ga zometeen eventjes lekker de gang en de douche doen. Ik denk nog eventjes een was aanzetten. Ik heb ook echt onwijs veel was om op te vouwen. Dus dat moet ik straks ook maar eens eventjes gaan doen. Dus ik neem jullie gewoon wel weer mee. Dus ik ga even muziek aanzetten. En eerst eventjes naar buiten om de spullen te dumpen, vuilnis en dat soort dingen. En dan lekker terug naar binnen om hier aan de gang te gaan. Dus dat is voor nu even de planning. Thank you.
inmiddels ben ik lekker klaar. Kattenbakken lekker gedaan, de douche is weer schoon. Even lekker de was opgevouwen, dat was ook alweer even geleden. Ja, de was opvouwen, ik ben er gewoon niet zo goed in, maar dat komt. Ik vouw het dan op en dan breng ik het later naar boven, omdat ik dus mijn kledingkasten niet beneden kwijt kan. Het is natuurlijk heel fijn dat ik dat boven wel kan. Ik bedoel, anders was het wel een groot probleem geweest, want je moet je kleding kwijt. Maar meestal heb ik dan niet meer zo zin als ik het dan opgevouwen heb en het wordt wat later in de middag. Het begint al een beetje schemerig te worden om dan met die volle wasmand naar boven te moeten, want dat vind ik ergens ook een beetje eng. Dat doe ik liever echt als het goed licht is. Dus dat doe ik morgen of zo eventjes. Maar het is in ieder geval weer opgevouwen en dat is ook wel weer fijn. Ik ben wel weer blij dat alles nu lekker klaar is. Het was, het is altijd wel lekker. Dit is de week dat ik alles niet heel uitgebreid hoef te doen. Ik wil eigenlijk nog even proberen wat van die bakken te scoren voor in de douche met een deksel. Ik heb er toen eentje gekocht en ik weet niet meer precies waar ik dat heb gedaan. Maar ja, goed, ik ga weer eventjes op zoek. Ik ga zo in ieder geval eventjes lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon weer tijd voor goede tijden en Chateau Meiland. Ga ik nog heel even een spelletje doen. Dan wil ik nog even een persbericht voor morgen inplannen. Ga ik mijn blogpost schrijven. Lekker verder met Terzi. En nog wel weer even Love Hurts kijken. Dan ga ik lekker naar bed om mijn boek te lezen. Ik ga nu zometeen als een malle de batterij op de oplader van mijn camera leggen. Want die is echt bijna leeg. En dan ga ik jullie ook gewoon morgen zien. Want ik heb nu verder toch niet zo heel veel meer te vertellen. En ik heb wel zin om even lekker in de relaxmodus te gaan. Want ik heb een beetje last van mijn rug en ik heb buikpijn. Dus het komt allemaal wel weer goed. Dus bij deze zou ik dus zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 14 november. Ik ben klaargemaakt. Het is wel een koude dag. Het is 12 graden buiten en het regent. Ik vraag me ook even af hoeveel graden het hier binnen is. Want het voelt als ijskoud, maar het is 17 graden. Dus omdat ik ben natuurlijk wel veel thuis. En heel veel mensen die zetten natuurlijk ook gewoon als ze overdag thuis zijn de verwarming aan. Dat doe ik dan niet. Ik probeer het wel echt uit te stellen tot het einde van de middag, rond een uurtje of 5:30, 6:15 dat die aangaat. Dat vind ik dan wel lekker, want dan ga ik meestal douchen. En als ik dan zeg maar uit de douche kom, dan is het gewoon heerlijk warm in huis. Dus dat vind ik zelf wel heel fijn. Maar ik vind het zonde om hem overdag ook helemaal aan te zetten. Omdat ik toch wel een beetje uit wil kijken, aangezien de prijzen allemaal hoog zijn en dat soort dingen. Ik vind het allemaal toch wel lastig. Maar goed, ik heb gisteravond weer gekeken naar Goede Tijden en Chateau Meiland. Was wel weer heel erg leuk. Heb ik ook wel weer van genoten. Ik kwam er alleen achter dat mijn trui verpest was. Daar is dus chloor in gekomen, dus ik heb nu een stift besteld. Dan ga ik morgen proberen die trui weer eventjes een beetje bij te werken. We hadden het echt heel erg van, maar ja, het was al gebeurd. Ik heb er daardoor wel een mindere avond door gehad. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik lekker een blogpost gaan schrijven en heb ik het artikel ingepland voor vandaag. Dat was weer een preview van een kerstcollectie. Heb ik ook al besteld, die zou vandaag aankomen. Past er niet meer in de bus mee met de PostNL, dus die zal morgen wel komen. Toen ben ik de serie Terzi gaan kijken. Ik heb nog één aflevering. En gisteravond was wel echt dat ik dacht, wow. En toen was het ineens, toen gebeurde er wat. En toen was het ineens ook afgelopen. En toen dacht ik echt, wow, nou moet ik weer wachten. Tot morgen. De aflevering van vandaag is ook wel vrij kort. Nog geen half uurtje. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het nu uiteindelijk eindigt. Dus het is ook het laatste seizoen, er komt geen nieuw seizoen meer bij. Dus dat, heb ik nog even Love Hurts gekeken. Toen ben ik lekker naar bed gegaan en heb mijn boek gelezen. Dus dat was het eigenlijk ook wel. Nu ga ik zometeen eventjes hier stofzuigen en de bakken scheppen. Ik wil even de was naar boven brengen, want dat ligt allemaal een beetje in de weg. Ik heb gisteravond nog allemaal sokken en ondergoed weg zitten vouwen. Dat heb ik allemaal weer opgeruimd. Dus dat wil ik nog eventjes doen. Ik ga video opnemen en ik ga mijn diamond painting afmaken. Dat wil ik echt heel graag doen. Dus dat ga ik in ieder geval proberen. Dus ik ga jullie straks daarin wel even meenemen. Dan kunnen jullie ook het eindresultaat zien als die af is. En ik ga hem ook gelijk proberen in te lijsten. Zodat ik hem ook weer een mooi plekje kan gaan geven in huis. Dus dat eigenlijk. Dus ik ga nu eventjes mijn dingetjes doen. En dan ga ik eventjes aan de gang. En dan neem ik jullie straks even mee met de diamond painting. Thank you.
Nou, zo ziet hij er dus uit. Hij is helemaal af. Ik zal hem ook even laten zien hoe hij er dan in de lijst uitziet. Maar ik vind hem in ieder geval wel heel erg mooi geworden. Oké, ik had jullie eigenlijk beloofd om de diamond painting in de lijst te laten zien. Maar hij past er niet in helaas. Ik zit met die randjes. Ik moet even kijken. Misschien moet ik ze afsnijden. Maar ik ben bang dat de steentjes dan gaan lopen. Dus misschien moet ik toch een wat groter lijstje kopen. Nou, deze lijst komt altijd nog wel weer een keer van pas. Maar ik had het niet helemaal ingecalculeerd dat het niet zou passen. Want ik had wel de juiste lijst gekocht die de formaat van de diamond painting had. Maar ik had geen rekening gehouden met die... randen. Maar goed, dat ga ik later dan nog doen. Maar ik ben in ieder geval heel blij. Hij is af. Ik vind hem echt heel mooi geworden. Dus ik ben er heel trots op. Ja, ik ga even kijken hoe ik dat het beste dan kan gaan doen. En anders even een iets grotere lijst of zo bestellen. Maar dat komt dan wel goed. Video opnemen ging ook lekker. Ik heb boven heel veel kleren op kunnen ruimen. Dat was ook wel fijn. Ik wil vrijdag weer even proberen verder te gaan. Dus dat was allemaal wel lekker. Het is inmiddels heel erg donker, want het is kaart aan het regenen. Dus het werd in één keer ook super donker. Katjes hebben ook net lekker gegeten. Ik heb alleen mijn vinger opengehaald aan het... pijn gedaan. Omdat ik die clipjes open wilde doen van die lijst. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond is het gewoon tijd voor Goede Tijden en Ewout. Dan ga ik nog even een spelletje doen. Dan ga ik de vlog verder helemaal afmaken. Dan ga ik even mijn foto's bewerken voor mijn blogpost. Dan ga ik weer lekker Tersie kijken, de laatste aflevering en Lovebirds. En dan ga ik lekker slapen. Of in ieder geval eerst mijn boek lezen en dan lekker slapen. Ik ga bij deze in ieder geval ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!